De Gelderse Wolf en het paintballgeweer zijn de inzet geweest van meerdere procedures bij deze rechtbank inmiddels. En het is nu voor het eerst dat in een bodemprocedure door 3 rechters naar deze kwestie is gekeken. En net als in eerdere uitspraken is de conclusie dat het schieten met een paintballgeweer op de Wolf niet door kan gaan. En de provincie Gelderland krijgt de gelegenheid om beter te onderbouwen dat dat schieten nodig is voor de veiligheid van mensen op de Veluwe. En dat er geen goede alternatieven voor deze methode zijn. De provincie heeft wel een logboek waarin ze incidenten met wolven bijhouden, maar dat is onvoldoende concreet. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of het steeds dezelfde wolf is die op de Veluwe wordt gezien. En ook niet of het probleemgedrag dat wordt gesignaleerd daadwerkelijk probleemgedrag is, of misschien toch nieuwsgierig gedrag van een jonge wolf. Het is wel nodig dat die informatie er komt, omdat de wolf een streng beschermde diersoort is. En dat betekent dat de provincie nu weer aan zet is om hiermee aan de slag te gaan.